vind hem er wel mooi bij kleuren bij de laarzen. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het jammer dat het maar één vak heeft, maar voor de rest het is een mooie tas. En die stad die groeit maar. Het zijn de trotse Rotterdamse verhalen. Van vissersdorp tot wereldhaven. Van wederopbouw tot Manhattan aan de Maas. Van prachtig mensenwerk. Ja, we zouden naar Servise, maar ik weet eigenlijk niet of dat ook boven was. Je komt hier heel doelgericht voor een of gewoon maar vrijdagmiddag lekker shoppen. Ja, na oma het jaar. Oh! Ze moeten cadeau. Ze moeten cadeau. Oh, cadeau. De Bijenkorf is ook zo'n gebouw waar iedereen wel eens komt. Vaak op zoek naar een luxe parfum, een nieuwe winterjas of mooie lingerie. Maar letten we dan ook op het bouwwerk. Het is tenslotte een van de toonaangevende monumenten uit de wederopbouwperiode in Rotterdam. In de jaren 50 was het zelfs het modernste warenhuis van de wereld. Ik vind het een prachtig gebouw. Een schitterend gebouw. Maar daar zijn helaas niet alle Rotterdammers het met me eens. Vandaag bekijk ik de Bijenkorf van buiten en van binnen. Ik praat met architectuurhistoricus Wijnand Galema over de geschiedenis en de schoonheid van het gebouw. Goedemorgen, dag Paul. Nou, ik vind het een van de mooiste gebouwen uit de naoorlogse tijd van Rotterdam. En omdat het met zoveel zorg en liefde is gemaakt. Het materiaalgebruik, dat natuursteen, maar ook in de details van de deurgrepen en alles wat er op en aan zit, de letters die er nog op zitten. Het is heel mooi bewaard gebleven. En dat maakt het ook dat het bijzonder is en dat we daar volgens mij ook zuinig op moeten zijn. En ik praat met Pim van den Berg. Hij was jarenlang marketingmanager van de Bijenkorf in Nederland. Met hem spreek ik over de inrichting van het warenhuis. Over hoe het Rotterdamse filiaal ooit was, is en zou moeten zijn. Kijk, en als die draaideur daar het meest belangrijke is en ik kom naar binnen en dan loop ik dus zo met mijn gezicht in de Lancôme-spulletjes, zonder dat ik een gevoel heb van, ik kom in een transformatiegebied, ik voel me thuis, ik moet me oriënteren, ik wil kijken waar ik naartoe moet. Nee, ik loop gewoon, boem, hier tegenaan. Dat is niet goed. Ik kan er niks aan doen. De Bijenkorf. Een paradijs voor de homo consumens. De consumerende mens. Het exclusieve warenhuis heeft al sinds 1930 een filiaal in Rotterdam. En dit monument uit 1956, symbool van de wederopbouw, behoort met de Amsterdamse en Haagse vestiging tot de drie zogeheten flagship stores. In alle warenhuizen van de wereld is de parterre bijna gelijk ingedeeld. Dat betekent accessoires, cosmetica, dingen die de illusie van de vrouw willen versterken. Die zodanig merkbaar zijn, want het is een vrouwenwinkel, een warenhuis. En dat is het al sinds 150 jaar. Een warenhuis is iets dat de wereld eigenlijk van de productie samenbrengt in één gebouw. En dit warenhuis werd ontworpen door de Hongaars-Amerikaanse architect Marcel Breuer. Het UNESCO-hoofdkantoor in Parijs is van zijn hand, net als het Whitney Museum of American Art in New York. In Nederland kennen we ook de Amerikaanse ambassade in Den Haag van hem. Maar de Rotterdamse Bijenkorf geldt nog steeds als een van zijn beste werken. Ik denk dat het opvalt is dat het nog steeds een gebouw is waar we er maar één van hebben. Het is een contrast met de andere gebouwen hier in de stad. Het bankgebouw wat er aan de andere kant van de straat staat, maar ook met de tegenoverliggende gebouwen. Het is echt een opvallende, gesloten doos, zoals ze dat noemen. En daar zijn er eigenlijk maar heel weinig van. Een rechthoekig gesloten doos dus. Weinig ramen, zware muren,
Wat een contrast met de oude Bijenkorf, die van voor de oorlog, die iets verderop stond. Want Rotterdam had al een Bijenkorf, vanaf 1930. Op het Van Hogendorpsplein, tegenwoordig het Churchillplein. Ontworpen door Willem Dudok. Ja, inderdaad, van Café Dudok, iets verderop. Dat dit een bijzonder warenhuis en een bijzonder ontwerp was, bleek wel uit de belangstelling tijdens de opening. Maar liefst 70.000 nieuwsgierige Rotterdammers kwamen kijken. Het gebouw van Dudok, dat hier ongeveer op deze plaats heeft gestaan, was ingericht volgens de toenmalige modernste opvattingen van een open warenhuis. Dat wil zeggen een glazen huis. Vanaf de straatzijde kon je lekker bekken met je ogen. En als je eenmaal binnen was, dan keek je door de ruiten naar de wandelaars op straat. Tijdens het bombardement van 1940 werd het gebouw grotendeels verwoest. Het deel dat behouden bleef, deed in de eerste jaren nog dienst als warenhuis en later als opslagruimte. Maar voor de oude Bijenkorf was geen plaats meer in het nieuwe wederopbouwplan. Daar moest een verkeersplein komen. En daarom besloot de eigenaar van het concern vrijwel direct tot nieuwbouw iets verderop aan de Coolsingel. Het werd één van de hoogtepunten van de wederopbouw. Dit herboren Rotterdam is terecht trots op zijn vele imposante monumenten van moderne architectuur, die zich vooral in het centrum samenvoegden tot een stedenbouwkundig geheel dat zijn voltooiing bereikte met de bouw van de nieuwe Bijenkorf. Over een lengte van ruim 60 meter begrenst dit gebouw de Coolsingel. En de nieuwe Bijenkorf van Breuer was bijna in alles het tegenovergestelde van de oude van Dudok. Men was wel heel nadrukkelijk bezig met het maken van het modernste warenhuis van de wereld op dat moment. En daar paste dat glas en dat concept van die transparantie, dat paste daar niet meer in. De nieuwste technieken uit Amerika, want ik ging op studiereis naar Amerika om daar warenhuizen te bekijken. Dat waren gesloten dozen, zoals de Bijenkorf nu ook is. Dus zonder daglicht, maar met kunstlicht. Zodat alles er gelijkwaardig uitziet. Er geen contrast bestaat tussen zon en schaduw. En je werd niet afgeleid door wat er buiten gebeurde. Dus dat was het nieuwe concept van warenhuis. En dat wilde men. De nieuwe doos moest de Rotterdammers, die het na de oorlogsjaren net weer iets beter kregen, verleiden. Ze moesten zich het thuis voelen, in een illusie kunnen stappen. Even in een andere wereld. Weg uit de alledaagse sleur. Het is een soort kijkdoos. Ik kom binnen en de wereld ontspant zich voor mijn ogen. En ik kan al die luikjes open doen. Het is net een Russische kast met 12 verschillende luikjes. Ik doe het open, het lichtje gaat aan en ik word ergens naar binnen gezogen. Dat is het. Het is een dichte kast. Het is eigenlijk een modekast. In een warenhuis vertaald. En waar begint u dan als u nou voor een tas staat? Hoe doet u dat nou? Ja, ik selecteer nu al kleur. Ik zou graag een bijpassende tas bij mijn laarzen willen. Dus dat is het. Zo eenvoudig is het? Zo eenvoudig is het voor mij, ja. Is het makkelijk om te vinden wat u zoekt? Is dat, ja, ik weet hier wel de weg. Ja? Eigenlijk, ja. Jawel. Oh, zoekt een compleet soort servies? Nee, gewoon een stukje. Wat vindt u van het gebouw? Ik vind hem best wel lelijk als je zo kijkt. Lelijk? Ja. Vuil op het ogenblik. Wat ik me altijd af heb gevraagd of dat donkere er nou in hoort te zitten of dat puur vervuiling is. Het is niet echt aantrekkelijk, vind ik zelf. Ik weet niet of die vlekken erop horen of dat die ooit wit was. Of... Gewoon schoonmaken, dat het weer wordt zoals het hoort te zijn. Gewoon een heel in één geheel de kleur, alles hetzelfde. Ik vind het nou smerig. Ja, niet iedere Rotterdammer vindt het dus een mooi gebouw. Maar het is wel degelijk een bijzonder ontwerp. Die strakheid en soberheid. Voor mij zit daar juist de schoonheid in. En die vlek op de gevel, tja. Volgens veel mensen zou de Rotep dus wel eens langs mogen komen om daar wat aan te doen. Nee, dat mag helemaal niet.
Dit is Rotterdams erfgoed. Dat is een hele normale gedachte, dat je af en toe een gebouw schoonmaakt. Maar in dit geval is dat vuil, hoe dat zich op die gevel zou vastzetten eigenlijk, daar is over nagedacht. Je moet je ook voorstellen dat de auto's in die tijd en ook de dampen van de schepen die hier nog waren in de stad, daar zat veel meer zwart en roet in. En de architect had nagedacht over hoe dat vuil zich zou gaan hechten aan het gebouw. En bedacht door de gevelplaat in verschillende richtingen te plaatsen en het water zijn werk te laten doen, dat je dat vuil een patroon zou achterlaten. Dat dus een toegevoegde waarde zou zijn voor het gebouw. Briljant. Echt briljant vind ik dat. Dat je in je ontwerp al rekening houdt met wat de vervuiling met je gebouw doet. En als stadshistoricus vind ik dat natuurlijk helemaal geweldig, want het vertelt het verhaal van de stad. De jaren 50 en 60, toen auto's nog niet uitgerust waren met katalysator en uitlaatgassen en de uitstoot van de bedrijvige haven de gevels als het ware hebben getekend. Als je dit nu zou schoonmaken, zou het dus nooit meer zo vuil worden. Een bijzonder kunstwerk zou voorgoed verdwijnen. Maar dat gebeurt ook niet, verzekert de Bijenkorf zelf. Ook al zouden wij het van de Bijenkorf willen, we zouden nooit van welstand of monumentenzorg toestemming krijgen om het aan een behandeling te onderwerpen, waardoor het weer één egale situatie zou worden. Dit is echt vanuit de architect zo bedoeld. En dit is de gestileerde bloem van Naumgebo. Rotterdammers die het vaak niet heel mooi vonden en niet wisten wat het voorstelde, noemden het al snel het ding. Ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het natuurlijk niet leuk, maar het moet wel wat eraan gebeuren, hè, trekbeeld. Ja, het ziet er niet best uit. Het is een abstracte creatie in staal en onlosmakelijk verbonden met de Bijenkorf. Het staat er zelfs om architectonische redenen, want in het stedenbouwkundig plan moesten alle gebouwen aan de Koolsingel even ver uitsteken. Eigenlijk was het de bedoeling dat hier op deze plek de Bijenkorf een vooruitstekend bouwblok zou krijgen op de hoek. Maar dat paste natuurlijk niet in dat concept van die vierkante gesloten doos. En de architect Marcel Breuer wilde die uitstulping niet aan zijn gebouw. En de directie wilde ook die uitstulping niet aan hun gebouw. En toen hebben ze als eigenlijk een compromis met de stad bedacht, als we daar nou eens een kunstwerk op die hoek maken. Ook al is het een noodoplossing en mag het misschien niet voorstellen, ik vind het één van de mooiste beelden van de stad. Maar ik vind wel dat het iets beter onderhouden moet worden. En dan nu maar weer eens even naar binnen. Ook al is van het originele interieur uit de jaren 50 van de Amerikaanse ontwerper Daniel Schwartzman nauwelijks meer iets te zien. De opzet is dan wel hetzelfde. Ook binnen ervaren we de ruime gesloten doos met in het midden de roltrappen. De Bijenkorf had trouwens de eerste roltrappen van Rotterdam, toen nog van hout. Wie nu nog iets van die oude Bijenkorf wil ervaren, moet hier in het trappenhuis gaan staan. Dat ziet er precies zo uit als in de jaren 50 toen het gebouw openging. Nou, hier zie je de oorspronkelijke tiekhouten leuning. En dat tiekhout kwam dus op veel meer plekken terug in het gebouw bij de roltrappen. Maar dus ook in het plafond. Dat was een houten rooster van tiekhout. En dat rooster was zo makkelijk gemaakt dat je daar bijvoorbeeld ook allerlei installaties kon bereiken of dingen in kon hangen, zodat je niet steeds het plafond hoefde bij te werken. Dat was ook iets nieuws. En dat plafond, dat was niet voor de Bijenkorf ontwikkeld. De eerste die dat had was Vroom en Dreesman aan het Beursplein. En dat stond ook bekend als de Rotterdam Ceiling in internationale tijdschriften. Dus, maar dat werd dus eigenlijk over de hele wereld toegepast. De eerste vorm van systeemplafond zou je eigenlijk kunnen zeggen. En deze kolommen, die zijn ook nog origineel. U vindt ze misschien niet heel bijzonder, maar dat zijn ze wel. En in die tijd zeer modern. Zeker de grote afstand tussen de kolommen, want dat bood het warenhuis de mogelijkheid om de inrichting telkens aan te passen.
Want ja, dat is wat een warenhuis doet. Zijn indeling constant veranderen door in te spelen op thema's, de feestdagen, de seizoenen. Of ieder jaar in oktober, als dit warenhuis zijn speciale driedaagse houdt. En nog iets speciaals gekocht? Een paar shirtjes en een paar schoenen. En panties, als u dat interessant vindt. Ja, nee, wij registreren alles. Ik ben hier 3 keer geweest vandaag. Erg, hè? Oké, dat is goed. Overhemden en schoenen. Schoenen. Ik heb niks speciaals gekocht. Nee, gewoon iets leuks voor mezelf. Ik was al om 8 uur. Om 8 uur? En nu weer om 8 uur. Dus, En morgen weer terug? Nou, dat weet ik nog niet. Helaas mochten we die 3 drukke dagen niet binnendraaien. Te druk, te chaotisch. We zouden alleen maar in de weg lopen. Ik begrijp het wel, want het lijkt wel een groep bijen die allemaal tegelijkertijd een korf binnendringen. Maar jammer is het wel, want juist op deze dagen zouden we goed kunnen bekijken of de doos van Marcel Breuer vandaag de dag nog wel functioneert. Niet helemaal, zegt Pim van den Berg, als de rust weer is teruggekeerd. Dit is nog een vierkante dichte doos, waardoor mensen af en toe moeite hebben om zich te kunnen oriënteren. Waar ben ik precies? Moet ik linksaf? Moet ik rechtsaf? En het warenhuis van de toekomst, dat bestaat uit een soort glazen structuur waar alles zichtbaar is, met heel veel daglicht van binnen. En het mooiste licht overigens is daglicht, waar mensen zich beter kunnen oriënteren, waar het spel van de illusie beter wordt gespeeld. Maar dan denk ik bijna, weet je, je beschrijft hier bijna de vooroorlogse Bijenkorf. Ja, meneer Dudok was ook niet zo gek. En dat was ook weer een periode. Dat zijn allemaal stijlperiodes van de 50e jaren, de 60e jaren, de 70e jaren. En we zitten nu in onze tijd en dat vraagt ook weer over een nieuwe denkrichting. Maar betekent dat dan dat de Bijenkorf moet verhuizen? Of op deze plek een nieuw glazen paleis moet neerzetten? Nee, want dit warenhuis staat symbool voor het naoorlogse Rotterdam. En dan zou het centrum van de stad volgens mij een van zijn mooiste parels missen. Ik kan me niet voorstellen dat wij ooit van deze locatie zullen weggaan. Ik denk wel dat we intern de nodige veranderingen iedere keer weer moeten laten plaatsvinden. Want we moeten natuurlijk qua winkelinrichting wel meegaan. En dat verandert natuurlijk ook sneller dan, om het woord maar te gebruiken, vroeger. Nogmaals, het pand is een prachtige vierkante bak waarin wij alles wat we willen nog steeds kunnen doen. Ik vind het nog steeds heel knap dat een gebouw uit 1953 in ieder geval nog steeds zowel van binnen als van buiten zo'n moderne uitstraling heeft. En nee, dat gaat nog tot in lengte van dagen mee, volgens mij. Zit die lamp er nou wel op of niet? Ja, nou ja, een beetje te veel hier en te weinig hier. Toch zou er volgens Pim van den Berg het een en ander aangepast mogen worden. Dat je de trekkracht van dit gebouw in ieder geval belangrijker moet maken. Door de, noem het maar, het vitaliserend vermogen zodanig te laten zijn dat er altijd wat gebeurt. Dat je nadenkt van wat kan ik op het dak doen. Dat je nadenkt over de openbare ruimte. Die horeca-units die hiernaast liggen, ja, die ontsieren de grandeur van dit gebouw. Zet er een paar prachtige bomen neer. Zet er bankjes neer. Waardoor dat gebouw een centrale plek hier in Rotterdam krijgt. Waarvan iedereen zegt van jemenee, wat is dat een mooie omgeving zeg. En dan blijf je met je fieken van het gebouw af. Een beetje truttig, hè? Ja. 51 tas. Ik wens je veel succes met uw zoektocht naar uw tas. De meningen over hoe de toekomst van het warenhuis eruit moet gaan zien zijn verdeeld. Sommigen zeggen het moet weer een wat opener gebouw worden met meer licht van buiten. Ik geloof niet dat de Rotterdammers zich daar erg druk over maken. Die komen hier altijd nog graag om hun kleren te kopen, parfum of luxe lingerie. Ik kan me geen toekomst van de Rotterdamse Bijenkorf voorstellen zonder het gebouw van Breuer. Waarom is de kunst zo goed? Omdat het geen compromis is. Dus als Rem zwart zei en ik zei wit, werd het nooit grijs. Dan werd het gewoon uitgevochten. Dan werd het of wit of zwart. Daarom is dit zo'n goed gebouw.